Deze week in EDTV Nieuws. Nieuwe borden in Veldhuizen. En sla een plat voordat je inderdaad verder kunt. De CAE opent een nieuwe radiostudio. Zowel daar als bij Wageningen FM. En is Ede wel klaar voor de winter? Ook een kopje keukenzout doet wonderen. Dit is EDTV Nieuws. We hebben vanochtend een bijeenkomst met vrijwel alle kerken in Ede om te kijken van hoe gaat het met de kerk in 2025 in Ede. Wat heeft de kerk te bieden aan Ede in 2025? Wij vinden dat als christelijke partijen, dus CDA, CU en SGP, belangrijk dat wij ook de kerken horen als het gaat om een visie 2025. Dat wij als ChristenUnie ook belangrijk vinden dat kerken een maatschappelijke rol hebben. Dus niet alleen een soort naar binnen gekeerde zondagsviermoment of wat voor kringvormen dan ook, maar ook een rol naar buiten hebben. Dat het ook steeds vaker gebeurt door kerken, maar dat ze dan dus ook wat kunnen zeggen over hoe zouden wij vanuit een christelijk sociaal maatschappelijke visie willen dat de gemeente zich ontwikkelt. En daar kunnen de kerken, de kerkmensen, ook een waardevolle bijdrage aan leveren. Kerken hebben een plek, omdat ze natuurlijk vertegenwoordigd zijn middels hun partijen. Aan de andere kant denk ik van, nou, er zou wel soms wat meer initiatief vanuit de gemeente getoond mogen worden om gebruik te maken van de netwerken die binnen de kerken zijn. De kerken hebben het grootste potentieel aan vrijwilligers. Dat moeten we niet misbruiken, maar dat betekent wel dat hun bijdrage aan de samenleving zo relevant is dat we ze regelmatig zouden moeten spreken, want de kerk zegt iets en betekent iets voor de samenleving. Men heeft behoorlijk gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Dus we zijn ook blij dat zoveel gehoor hebben gegeven en daadwerkelijk ook echt meediscussiëren. Kijk naar je armoedebeleid, kijk naar je minimabeleid, wees ook sociaal als gemeente. Neem je verantwoordelijkheid, maar niet alleen wegschuiven naar de gemeente, maar ook eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik hoor heel veel mensen van de kerken zeggen, wij hebben een hele duidelijke taak in een maatschappij die heel hard verandert. En wij moeten midden in die maatschappij staan als kerken, wij moeten meespelen. Maar ik hoop wel dat de kerken nog steeds een prominente plaats blijven innemen in de samenleving. De hele maand november zamelen wij voedsel in voor de voedselbank bij deze sportschool. En waarom? Nou, omdat wij, nou, heel veel mensen hebben het eigenlijk best wel goed. Ze zijn er nog niet van doordrongen dat er heel veel mensen zijn die het minder goed hebben dan wij. En wij proberen daar, tenminste, het leek mij een leuk initiatief, omdat het vrij eenvoudig te organiseren is. Om mensen bewust te maken van het feit dat er heel veel mensen zijn die het slecht hebben. En om daar voedsel voor in te zamelen. Dat is ontzettend leuk. Ja, zulke acties hebben we echt nodig. Ja, de aanvoer van voedsel en zo wordt toch steeds minder. Dus ja, we moeten het overal van hebben. En als dan iedereen een beetje mee wil werken, ja, is het natuurlijk hartstikke fijn. Ja, ik las een keer een artikeltje in de krant. En ik heb ook wat mensen gesproken die vroeger afhankelijk zijn geweest van de voedselbank. En toen dacht ik van, hey, hier moet ik wat mee gaan doen. Ook bedrijven zou ik op willen roepen als zij producten hebben. Kom het allemaal alsjeblieft brengen, ja. Er zijn hier in Ede op het ogenblik zoveel gezinnen, ja, die niet meer rond kunnen komen, die toch een steuntje in de rug nodig hebben. En dan, ja, daar zijn wij voor. Ik zie in 3 jaar tijd is de vraag verdubbeld. We hebben een aardige inzameling en mensen zijn heel enthousiast. En die gaan zelfs als ze geen producten thuis hebben staan, die gaan producten kopen om hier neer te zetten. Het begint echt leuk te worden, ja. Ik ben hier de kratten aan het aanvullen en spullen binnenhalen. En dan kijken hoe het verdeeld moet worden. Die moet zoveel en die moet zoveel. Bepaal, je kijkt meteen naar wat er allemaal staat. En je zegt tegen elkaar, oh Jan, we hebben weer volle bak. Dat wel, weet je wel. Maar het is niet veel vandaag. Dat doen we, dat zeggen we al tegen elkaar. Ja. Voor de rest, ja. Aan wachten wat je binnenkrijgt. Volle bak is natuurlijk de mooiste dag. Dat is het mooiste. Als die wagen, of moet die 2 keer rijden, is het nog mooier. Maar volle bak en dan begint het niks. Dat is wel mooi. Maar anders, nee, als het weinig is, dan is het niet leuk meer. Ik kom spullen brengen voor de actie die Jolanda mee bezig is. Spullen voor de voedselbank. En waarom komt u dat brengen? Nou, een leuk initiatief van Jolanda waaraan ik ook graag meewerk. En ja, ik hoop dat het aardige dingen zijn waar wat ook wat extra's is. Waar mensen niet alle dagen dat een beetje aan de feestvreugde kan meewerken. Helpen. Want het is toch te gek dat in onze mooie gemeente mensen van een voedselbank moeten leven. U gaat zo de boodschappen doen? Komt u zo weer een deel van de boodschap hier afgeven? Wie weet. Wie weet. Ga eens kijken.
had nog wel wat in mijn hoofd om te kopen voor de voedselbank, ja. Zullen op u wachten. Oké, nou, tot dan wel. De Christelijke Hogeschool Ede heeft deze week de deuren geopend van haar gloednieuwe radiostudio, die helemaal van deze tijd is. Het is echt een technisch gezien een hele goede studio. Kwaliteiten die echt de lokale, regionale, maar ook de landelijke publieke omroep en de commerciële omroep waar we echt in mee kunnen gaan. Het is aan de andere kant ook, als je hem ook bekijkt, dan is hij technisch gezien weer verrassend simpel. De console is heel makkelijk om te draaien, zodat hij ook echt multifunctioneel inzetbaar is. En dat is in deze situatie waarin we studenten natuurlijk willen leren om ook op verschillende manieren om te gaan met het vak van radiomaken leren. Ja, is het gewoon echt een geweldig stukje techniek wat we heel goed kunnen inzetten voor onze lessituatie. Er zijn een hoop veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige studio. Deze studio is in eerste plaats digitaal. De vorige was analoog, dus er zit een enorme vooruitgang in, ook wat mogelijkheden betreft, dus wat mengen, wat andere bronnen gebruiken betreft. Je hebt zo ontzettend veel meer mogelijkheden en dat benadert natuurlijk heel duidelijk ook wat er in het werkveld gebeurt. En dat is wat je probeert, studenten zo op te leiden dat ze bij wijze van spreken direct terecht kunnen in het werkveld. Volgens oud-student en EO-presentator Manuel Vendebos is dit een perfecte studio om je carrière in te beginnen. Ik denk dat de stap nu heel klein is om, als je student bent en je wordt hier opgevoed met deze super deluxe radiostudio, dat je dan in je handen mag knijpen, want dat dan de stap naar een groot landelijk radiostation heel erg klein is. Nou, ik weet het, toen ik hier studeerde hadden ze überhaupt voor het eerst een radiostudio. En dat vonden we fantastisch, want dan had je ineens de mogelijkheid om gewoon echt te kunnen oefenen en echt te kunnen leren radio maken. Want dat kun je alleen leren door het te doen. Nu hebben ze niet alleen een studio, maar ook nog een studio die echt up-to-date is. En die lijkt op de studio's zoals ze bijvoorbeeld in Hilversum staan. Dus het is natuurlijk wel te gek dat als je hier op school zit, dat je dan radio kan leren maken zoals we dat in Hilversum maken. De studio is een belangrijk onderdeel binnen de CAE. Dit is eigenlijk het hart van het radioonderwijs hier op school. Maar dat betekent niet dat het achter een gesloten deur staat. Studenten die hier studeren kunnen dus eigenlijk ten alle tijde hier terecht om hun programma's te maken. Dus ze leren hier eigenlijk vanaf dag 1, zodra ze hier binnenkomen, om hun programma's te maken en items te maken, et cetera. Ja, ik denk dat het heel bijzonder is, een nieuwe radiostudio. Het is een dermate luxe en nieuwe studio, dat ik denk dat de lokale omroepen er zeker jaloers op zullen zijn. En misschien zelfs ook wel sommige regionale omroepen ook wel. Want het is echt een professionele studio. Naast dat Manuel en Herman veel geleerd hebben bij de CAE, hebben ze ook ergens anders veel kennis opgedaan in het radiovak. Nou, ik zat hier zo'n 12 jaar geleden op school, dus het eind jaren 90 heb ik hier ongeveer gestudeerd. Ik moet zeggen, ik heb hier niet heel erg lang gestudeerd, want ik ben in het tweede jaar ingestroomd en in het derde jaar kreeg ik al een baan aangeboden bij de publieke omroep. Dus ik was hier ook wel snel weer weg. Ik heb uiteindelijk wel mijn diploma hier gehaald, waar ik erg trots op ben. Maar ik ben zelfs ooit nog begonnen bij de lokale omroep Ede. Hoe ben je daar terecht gekomen? Nou ja, eigenlijk via deze opleiding. We maakten wekelijks een radioprogramma al bij de lokale omroep Ede. Toen had ik daar contact. En toen vroegen ze me of ik wekelijks ook een muziekprogramma daar wilde maken. En dat heb ik toen gedaan. Zowel daar als bij Wageningen FM, wat ook een lokaal station is. Daar heb ik mijn eerste uren radio gemaakt, zeg maar. Nou ja, ik ben begonnen bij de lokale omroep hier in Ede. Een radioprogramma. Dat was voor het eerst dat ik kennis maakte met radio. En ik was wel gelijk heel erg verslingerd eraan. Omdat je met zeg maar weinig middelen toch iets heel moois kan maken met radio. De lokale omroep Ede is echt een springplank voor de toekomst. Dat klopt. Wethouder Breuners van der Weert kwam op de fiets naar de wijk Veldhuizen om hier een speciaal bord te onthullen. Nou, jij hebt het niet aan doen. Kom maar. Trek hem er zo. Kijk. Dit bord is een idee van een inwoner uit de wijk zelf. Ja, hoe kom je daarop? Je zit met een aantal mensen te kletsen, je hoort eens een keer wat klachten. Je woont zelf al lang in de wijk. En dan hoor je dat het wijkwaardebonnensysteem er is. Je komt met het idee, een keer bij de wijkbeheerder. Die vindt het een goed idee, die gaat ook meedoen, ook financieel. Woonsteden, die heeft een leefbaarheidsfonds voor de wijk. Die had ook zoiets van, wij dragen ook bij. Ja, en dan kom je bij elkaar inderdaad op het punt dat je iets kunt realiseren. Want met één wijkwaardebon kom je er gewoon niet financieel gezien. De gemeente heeft ook ondersteund? De gemeente uiteraard. En ook de ambtenaren qua plaatsing. Ja, we hebben eigenlijk alle medewerking gehad. Er werd ook op tijd gewaarschuwd, let op, er komt een hobbel aan. Ga met die afdeling in contact. En sla hem plat voordat je inderdaad verder kunt.
Ja, om te beginnen natuurlijk met de gemeente en de wijkbewoners van gemeente Ede om tafel. Iedereen kent het verhaal van Ede Veldhuizen, heeft het verhaal er ook wel voor klaar van wat er allemaal zich afspeelt. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen met de mensen dat er een ontzettend goede samenwerking is. Dus het samenwerkingsverband wat je er absoluut in terugvindt, de kleuren voor de bevolkingsgroepen. Allemaal echt van een aparte bevolkingsgroep, die kleuren? Ja, gewoon de kleurrijkheid, dat er gewoon alle, vanuit alle culturele samenleving daar gewoon eigenlijk wel samenkomen. Beter is hem hier, vind je volgens mij in heel Nederland niet terug. Met wat tevreden? Hoe bedoelt u? Over het bord. Ik ben buitengewoon tevreden over het bord en de duidelijkheid, de helderheid en het verkeersveilige wat er ook allemaal in terug moet komen. Het verhelderen gewoon voor de wijk. Ze willen gewoon meer kenbaarheid van Veldhuizen. Deze week was de temperatuur nog ver boven nul, maar dit kan snel gaan veranderen. En daarom gingen we langs bij ACV om te kijken of er wel genoeg zout was ingekocht voor misschien wel een echte horrorwinter. We hebben ten opzichte van vorig jaar wel een dubbele zoutvoorraad. We hebben nu 3200 ton al in huis liggen. Verder hebben we nog 1500 ton zout op afroep bij onze leveranciers. En daarmee zijn we voorbereid op zeker zo'n strenge winter als vorig jaar. Maar wat nou als zelfs dit zout opraakt? We hebben nu wel zoveel zout dat die kans gewoon klein is. Maar we zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van de winter. Krijgen we een hele strenge winter, dan heb je natuurlijk veel meer zout nodig, logischerwijs. En we zijn wel testen aan het doen met pekelwater. Voor het geval het zout toch op mocht raken. Dat we dat in kunnen zetten. Dus daar voeren we nu ook testen uit. Dus ja, we zijn in die zin er wel op voorbereid. En we hopen niet dat het nodig is. Maar hoe lopen die testen dan? Die testen, dat is inderdaad met pekelwater. Er wordt nu een route in Ede, wordt daarmee getest. Dat gaan we ook monitoren. Daar zitten we natuurlijk strak bovenop dat die wegen ook goed gladvrij zijn. En zo gaan we dat kijken. Of er eventueel andere sproeitechnieken te gebruiken zijn in plaats van het zout. De chauffeurs van ACV staan alweer te trappelen om weg te gaan. Ja, het is leuk. Zeker als je veel sneeuw hebt en veel uitdagingen hebt. Zoals afgelopen jaar, zoals vorig jaar november, december. Ja, het was wel grandioos natuurlijk. Zo allemachtig veel sneeuw in dat geval is in die tijd. Deze chauffeurs zullen de komende winter een hoop wegen van de gemeente Ede zien. De hoofdwegen natuurlijk en ook fietspaden. En de strooikaarten die staan op de website van de gemeente Ede. Maar ook op acv-indewinter.nl. Daar kunnen inwoners zien welke wegen en welke fietspaden er gestrooid worden. Het is niet zo dat de chauffeurs direct waardering krijgen als ze de weg vrijmaken voor automobilisten. Pas als de weg schoon is. Op het moment dat je er rijdt, hebben mensen meer het idee van ga nou aan de kant of ze willen er langs. Ze hebben weinig geduld eigenlijk op dat moment. Pas als de weg schoon is, dan hebben ze zoiets van het is wel fijn dat het gebeurd is. Wordt achteraf wel een beetje bedankt? Ja, dat wel. Zeker weten. Ja.